Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we dat veel bewolking over Nederland trekt. Uit het wolkendek valt op enkele plaatsen ook nog wat lichte regen of motregen, met name in de noordelijke helft van het land. We zien ook wat opklaringen boven de Noordzee, ten westen van ons land. Die komen geleidelijk aan wat dichterbij, maar boven het land ontstaat er dan voor een deel ook weer nieuwe bewolking. Dat betekent wel dat in de loop van de middag af en toe nog eventjes de zon doorbreekt. Ook vanavond hebben we een afwisseling van wolken en wat opklaringen. Het is dan op de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond een graad of 17. De wind is gedraaid van het westen naar het zuidwesten en is meestmatig kracht 3 of 4. Dat geldt ook voor de nacht. De wind blijft zuidwestelijk en meest matig. De temperatuur daalt daarbij naar zo'n 16 graden in het noordwesten tot lokaal 10 graden in het zuidoosten van het land. Daar zijn ook de meeste opklaringen. Vanuit het westen gaat de bewolking wel geleidelijk aan steeds weer toenemen. De bewolking wordt ook dikker en tegen de ochtend kan de eerste regen vallen in Noord-Holland. Dan morgen overdag in het oosten en zuidoosten van het land is nog eerst kans op een beetje zon. En daar kan de temperatuur dan oplopen naar zo'n 21, misschien lokaal wel 22 graden. Maar zoals gezegd, de bewolking gaat verder toenemen. Wordt behoorlijk dik vanuit het westen. En dan trekt er een storing over het land met eventjes flink wat regen. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het westen uit weer wat vaker droog en klaart het voor zich te gaan op maar in de avond volgen er dan weer buien vanuit het westen die dan over het land gaan trekken en die misschien zelfs gepaard kunnen gaan met onweer. De wind speelt ook nog een hoofdrol morgen, die is in eerste instantie zuidwestelijk, matig aan de zee vrij krachtig, later op de dag draait hij via het westen naar het noordwesten en gaat dan in de avond nog verder aantrekken aan de kust tot krachtig, misschien zelfs hard, windkracht 6 of 7. Dan ziet het weerbeeld voor de dagen daarna ook wisselvallig uit. Op donderdag trekken er verspreid buien over het land. Met name in het noorden is daarbij ook een klap onweer mogelijk. Nog steeds een stevige noordwestenwind in de ochtend en de kust. Zelfs een harde wind, windkracht 7 en bovenland matig veelal kracht 4. Met 15 tot 18 graden is het bovendien behoorlijk koel cool voor de tijd van het jaar. En ook op vrijdag en zaterdag wordt het niet veel warmer dan zo'n 16 tot 18 graden. Daarbij af en toe nog steeds een behoorlijk stevige wind, zeker aan de kust. Op beide dagen vallen er ook verspreid enkele buien, maar af en toe schijnt ook wel de zon. Kijken we tot slot naar de 15 daagse verwachting, dan zien we dat de middagtemperatuur rond of iets onder de 20 graden blijft. Zijn normale tot iets onder normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En kijken we dan ook nog even naar de neerslagkansen? Die zijn in eerste instantie nog echt behoorlijk hoog. Maar in de loop van volgende week en richting het weekeinde, dan zien we dat die langzaam wat gaan afnemen. Dus dan is het wat vaker droog en wellicht ook iets vriendelijker met wat meer zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl